Mensen vonden mijn hoedje trouwens niet mooi. Niet? Nee. Maar ga je toch luisteren naar ze dan? Nou, ik heb geen hoedje op vandaag. Dan zou je tegen maandag zeggen dat ik moest stoppen met eten met Nick omdat het niet leuk was. Dan had ik niet nu heel veel... Ik heb heel vaak tegen je gezegd dat je moest stoppen met eten, maar... Hi, creatief is 53. Laten we maar gewoon gelijk beginnen, want jullie moesten aan de slag met dit materiaal. Oh. Wat heb jij gemaakt? Ik heb dit gemaakt. Wat heb jij gemaakt? Ik vond het leuk om dit te maken. Dat Quintana voor de uitkwam. Caragilio. Hier is Maureen Aerts. Kut! Ik herken dit liedje al. Echt? Ja, de jeugdtrauma's gaan diep. Je had me. Haha. Klootzak. Omkijken, waar is hij weg? Niks helpt nog. En dan schuiven. En dan een tuimeling. Leuk stilte, denk ik. En dan struikgewas. Struikgewas. Wat ruist er door het struikgewas? Ik ben in ieder geval maar veel te jong voor. Wat is struikgewas, dat is een nummertje. Volgens mij is dit Toon Hermans. Ik vind dat het woord struikgewas te weinig gebruikt wordt. Het is veel te deftig voor een hoopje met bladeren. Iemand die heel deftig is opgegroeid, die zegt dan ook van... Die zegt geen borstjes mannen, maar die zegt dan... Struikgewas mannen! Ja, of struikgewas meneer. Ja. Woehoe! Heel goed, ja, heel leuk top. Gedaan. Heb jij wel eens gedacht? Nu heb ik mijn piemel gebroken. Ja. Dat je gewoon lekker bezig was. Ja, en dat, en dat je, hij dan zo. Dat is natuurlijk een vloep. Dat je dat omhoekje wou. Dat je dacht, ah! Ja, dat. En wat als je piemel gebroken is en je wordt 's ochtends wakker met een odol? Word je dan wakker van de pijn? Het zijn allemaal vragen, jongen. Ja, of is het beginstukje dat nog vast aan je lichaam zit, is dat zeg maar hard en waar de knik zit, zeg maar daar houdt hij. Heb jij nog wat meegemaakt hier onderweg, Bram? Oh, ja. Ja, veel. Ik doe niet meer mee. Oh. Omkijken, waar is hij weg? Dan maar met alle voorzichtigheid naar beneden. Oh. En dan schuiven, dat is toch wel hele vreemde manier, denk ik. Heel goed. Top gedaan. Dat bordje duim nog even gemaakt. Ja. Super nice. Hij heeft goed quotejes gebruikt ook. Oh. En daarna is het geknipt naar iets anders, waardoor het lijkt alsof het in één keer goed gaat. Ik vind het gewoon tof dat Jeroen Taalens elke week weer meedoet. Dat is wel... Je krijgt gewoon een t-shirt van ons. Fuck it. Ja. En Maureen Aerts ook. Die doen elke week vast mee. Elke week doen ze mee. Die krijgen gewoon een t-shirt. Fuck it. Hier is Erube. Je spreekt het uit als Erube. 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 Dat is toch wel hele vreemde manier met om de gracht op te zoeken. Slim. Nice, goed gedaan. Erubu. 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 Goed man. Haha! Ik herken het muziekje van de eerste. Ja, fuck jou. Er liggen er twee. Twee liggen er. Oh. Zijn ze met elkaar bezig? Links tussen de bomen. Kijk, links kun je het zien als je een beetje verder loopt, kun je daar zien. Ah, ja. Grote blote witte kont op neergaan. Dus de bomen zo. Oh. Ken je dat je hoorde? Nee. Dat is van Cote en de Bie. Dat is de vieze man. Hey, ik heb gehoord dat je hier lekkere bonbons hebt. Mag ik,
mag ik ook proeven? En dat ik haal ervan als je dan zo'n bonbonnetje hebt. Als je dan zo in bed, dat het zo de liqueur zo langs je mond loopt. Zo. Weet je, dat zo, ken je dat of niet? Ditmaal wou ik er 100% zeker van zijn dat jullie hem zien. Daarom zowel hier als via Drive ingeleverd. Ook al had hij hem niet uitgeknipt en daar neergezet, dan had ik de joke alsnog begrepen. Maar het is toch nog even fijn dat hij even... Even die fiets gewoon ziet verdwijnen. Even die fiets ziet verdwijnen. Nice gedaan. Oh, het gaat ook gewoon niet verder. Het gaat niet meer naar rechts. Niet? Nee, het gaat alleen naar links. Oh, shit. Fuck, grappig. Heel leuk. Heel leuk gevonden. Deze vind ik heel goed, Swerkbad. Tyfus, dat ging lang door, maar het was wel geinig. Goed fragment uitgekozen. Ik weet niet welke film het is, maar goed. What the fuck? Ja, geen idee wat ik net gezien heb. Het pakje of zo kwam ook bijna overheen en zo. En ik, ja, nee, ja, top. Maar wel goed gedaan. GTA volgens mij is dat. Café de Colombia. Prachtige traatjes. En vervolgens in 2008 Colombia en Pasión. Dat is toch wel is een dat... hele vreemde manier multi? Om de gracht op te zoeken. Kunnen we dat nog eens bekijken? Daar gebeurt het. Misschien wel een van de beste programma's die op de Nederlandse tv was. Deze was een van de betere, ja. Dat is toch wel is een dat... hele vreemde manier... dat is toch wel is dat... een hele vreemde manier om de gracht op te zoeken. Top, ja, heel simpel. Toch heel simpel, maar wel goed. Ook lekker kort, ja, gewoon kort genoeg. Een echte gracht. Vind je mij knap? Niet zeer knap, maar je ziet er niet verkeerd uit. Dat is maar toch wel is een dat... hele vreemde manier. Maar dat is mijn mening. Ja, nice. Supergoed gevonden. Heel goed gevonden. Gewoon niks met fietsen te maken. Dus dat is supergoed gedaan. Dan maar met alle voorzichtigheid naar beneden. Hele vreemde manier om de gracht op te zoeken. En dan struiken was. Het was alsof het in slow motion was. Super nice. De knipjes heb je supergoed gedaan. Er zijn mensen die... die dat niet zo goed kunnen. Hij gaat naar beneden, je ziet hem niet vallen, gelijk door naar een ander shot. Je ziet hem gaan, door naar een ander shot. Bert, dit heb je goed gedaan. Heel goed gedaan, man. Had hem pas laten blazen op het moment dat hij dan ook daadwerkelijk, zeg maar, viel. Had eerst even de wielrenner laten zien, dan pas hij. Ja. En dan had je dus hem hier kunnen oppakken, zeg maar, gelijk zo bij hem. Ja, daar. En dan laten we terug naar hem. Tijd geleden dat we hem hebben gezien. Dankjewel voor dat je onze dag beter hebt gemaakt. Ik lag te lezen in bed en ik hoorde heel luid en duidelijk... Zoiets. Het slaat helemaal nergens, nee, maar het is wel heel erg leuk. Leuk gevonden. Maar dit is dus van Luke Skyzitter en die heeft echt een soort... een soort leaderboard heeft de statistieken en zo heeft hij allemaal. Hier zit veel werk in, Luke Skyzitter. Ook jij... krijg de t-shirt. Wat is dit nou weer? Ik ging naar de volgende, maar ik zie dat gelijk naakt. Wij monteren ook twee versies. Eentje voor Dumpert, eentje voor YouTube. Deze haalt niet bij de YouTube-versie. Wil je lekker fappen? Kijk dan de Dumpert-versie. Dit waren alle inzendingen van deze week, maar niet voordat we hebben gekeken. Naar de top 5. Dat was dus inderdaad niet next episode, maar Still Dre. Ja. Sorry, Niffo's. Ik dacht dat ik hem nu wel zou snappen, maar ik snap hem nog steeds niet. Dit is er toe te voegen. Dat verdient ook gewoon de t-shirt. Ja, absoluut. Lekker gedaan.
Onsere Mutti staat nummer 1. Gefeliciteerd met die. Lekker gedaan. De editspick van deze week gaat naar... Zo, even een kusje, jij een kusje aan de andere kant. Kijk zo, alsjeblieft. Voor jou. Editors pick. Want je kan nooit genoeg... pikken hebben. Dit was Creatiefs voor deze week, maar niet voordat we hebben gekeken naar... het fragmentje voor volgende week. Dit was Creatiefs. Dankjewel voor het kijken. En onthoud, beter kunnen... is uploaden. Mocht je nou niet weten waar je je video fuck moet uploaden, dat kan op Dumpert, maar dat kan ook via Drive. En via het formulier kun je dus ook stemmen op je favoriete video fucks, ja. Of misschien wat feedback achterlaten. Zeker. En het basismateriaal kan je gewoon downloaden in de beschrijving. Ja. Alle informatie die jij nodig hebt van deze aflevering, om volgende week ook mee te doen en shit te weten. Allemaal in linkjes hieronder. Kom goed. Het lukt je wel.